Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een hele leuke Playmobil set in een hele mooie cadeauverpakking uit de Fairy serie. Dit is een kleine kartonnen verpakking met een vee en dan twee reeën erbij. En volgens mij is ze de reeën eten aan het geven. En deze set die heet Elfje met hertenkalfjes met nummer 9141 voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Ik vind dat het er heel erg mooi uitziet, een beetje versierd met bloemen. En volgens mij zitten er ook nog wat bloemen bij. Ja, dat klopt. Dan nog twee reeën. Dan een heel leuk veetje, een elfje met een bloemenmuts. En dan nog wat bloemen en een mandje. Dat zit er dus allemaal bij. Ik ga het dus eventjes openmaken en alles bekijken. Zo, ik maak het even voorzichtig open hier, zodat ik de verpakking niet helemaal kapot maak. Want ik vind het echt een hele leuke verpakking. Ik vind dat heel erg leuk bedacht en dan is het ook wat leuker om te geven aan iemand als cadeautje. Zo, in totaal twee zakjes en een foldertje erbij en natuurlijk nog de handleiding. Hier zie je hoe je de bloemetjes in elkaar kunt zetten. En ook het elfje, want die krijgt dan nog een bloemenmuts en een rok. En veeënvleugels, dan het mandje moet ook nog in elkaar gezet worden. Dat is het dan. Zo, ik vind het elfje echt super leuk. Ze heeft een soort van aardbeienpakje aan. Daar doet het me heel erg aan denken in ieder geval. Dan heeft ze nog een roos op haar hoofd. Kijk, nu is het haar muts. Ze heeft hem dus omgekeerd op haar hoofd gezet. Dan dit kan ik vastmaken aan haar nek. En dan nog vleugels. Ik vind dat echt heel leuk. Die zijn een beetje doorzichtig. Zo, die kan ik daar heel makkelijk aan vastmaken aan de rug. En dan hebben we dit nog. Dit is het rokje. Het ziet er een beetje uit als een stukje boomschors. Zo, armpjes omhoog. En nu is de vleugel eraf gevallen. Zo, het is gelukt. Dit is het elfje. En dan hebben we hier dan de hertenkalfjes. Die hebben wat vlekken op hun lichaam en hun kop kan heen en weer bewegen. Deze die ligt, die heeft ook wat stippeltjes en die is gewoon lekker aan het relaxen. Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. Ik denk dat ik die liggende wat leuker vind. En in het mandje kunnen we de bloemen doen. Die kan het elfje dan vasthouden. Zo. Maar misschien kan ze ze toch beter in de hand houden. Het gaat niet zo heel erg makkelijk namelijk. Oké, dan nog een bloem. Die is nog over. Dus even kijken. Die kan ik er gewoon bovenop doen. En nu is de set alweer klaar en opgebouwd. Ik vind het een heel erg leuke set, heel leuk bedacht. Ik vind het heel leuk met die roos op het hoofd van het elfje. Normaal gesproken kun je natuurlijk niet zo rondlopen, maar voor een elfje is het natuurlijk de juiste accessoire. Dan heeft ze nog een leuk rokje aan en een mandje met bloemen. Ik vind het een superleuke set en die hertjes die zijn ook heel gaaf. Je kunt er leuk mee spelen. Het is ook leuk als een cadeautje voor iemand anders. Dus je hebt genoeg leuke mogelijkheden. Je kunt de herten voeren. Je kunt natuurlijk het meisje ook nog omkleden. Zonder rok kan dat natuurlijk ook nog. Ja, en die hertjes die kunnen natuurlijk ook van alles doen. Van mij krijgt deze set zeker een duimpje omhoog. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Vertel het maar in de reacties. En bekijk natuurlijk ook onze andere video's. Abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer dan. Doei!